Welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Suzanne Shams. Vandaag de open studio en te gast ook Alberto López Adrados. Hallo. Samen met Arno Wellens. En onze gast van vandaag heeft een vraag. Ik heb een vraag. En, stel je vraag. Jullie me daarmee kunnen helpen met een mooi gesprek. Wat moeten we aan met Europa als straks de EU het niet meer doet? Of hoe ziet een post-EU Europa eruit? Dat is waar ik het over wil hebben. Potverdikkie. Wat een brede vraag. Ja. Dat is een heftige vraag, maar ik, ja. In als een zeg maar, bombastischheid, om het zo maar te noemen, kun je ook meteen naar de kern. Dat is waar. Ik denk wel dat het tijd wordt. Ik denk dat de vraag is waar te veel omheen gepraat wordt. Als we het hebben over hoe slecht de EU wel niet is, wil niemand het erover hebben. Ja, wat je dan wel moet doen. Ik vrees dat ik weet waarom je dit vraagt, want jij hebt filmpjes met Café Welsch, van Café Welsch gekeken met mij erin, waarbij onder andere, we het hadden over de Europese Unie. Ja, ja. Kijk, ik heb het al zo genoemd. De Europese Unie heeft 3 grote verdragen die ervoor hebben gezorgd dat wij hem hebben zoals we hem nu hebben. Het laatste noemen we dan het verdrag van Lissabon, er kwam nog dat verdrag ter werking van de Europese Unie overheen. Maar we hebben 3 grote kernmomenten gehad. En dat is ten eerste de Single European Act in de jaren 80. Dus vrije markt, alles wat je links maakt mag je rechts verkopen. En vervolgens gaan we uitbreiden tot in Oekraïne aan toe, waardoor je allerlei oneerlijke concurrentie krijgt. Dat is 1 ding wat mensen boos maakt. Ja. Daarna hebben we het verdrag van Schengen gehad. Binnengrenzen weg, zonder dat we nadenken over het organiseren van gemeenschappelijke buitengrenzen. Mag niks kosten. En het bestrijden van binnen inter-Europese criminaliteit. Dat is de tweede fout. En de derde fout is dat we een euro wilden. Dus we zijn nou moeten allemaal een gemeenschappelijke munt ook hebben. Met ook steeds meer landen erbij, tot Griekenland aan toe. Dat is helemaal niet geschikt voor de euro, dat land. Je kan dat laten werken, maar dan zou een land als Nederland enkele tientallen miljarden euro's per jaar aan een Europees ministerie van Financiën, een Europees monetair fonds dat verschillen recht trekt, hè, zouden wij moeten overmaken. Dat willen we niet, dat durven we niet. In Amerika willen ze dat wel. In Amerika zeggen ze, ja, ik ben Amerikaan, ik woon in een rijkere staat, ik betaal graag voor de armeren. Mag een paar procent van mijn inkomen kosten. In Europa werkt dat niet. En dan zeiden we, ja, maar wij willen, net als de dollar, willen wij ook een gemeenschappelijke Europese munt. Ja. Dat kan dus niet. Maar dat zijn dus die 3 stappen. Dus als je zegt, waar gaat, dus het dysfunctioneert omdat wij die heftige verdragen sluiten zonder na te denken over de gevolgen. Nou, wat moet je er dan mee? Ja, dan moet je op elk van die 3 vlakken moet je zeggen, wil je dat aspect van die Europese integratie wel? Volgens mij zou je strikt genomen kunnen zeggen, en ik ben daar zelf een voorstander van, dat we zeggen, we houden die interne markt, waarbij wat voor een exporterend land als Nederland wel degelijk gewoon gunstige economische effecten heeft. Met de open grenzen? Met open grenzen, maar dan moet je wel gemeenschappelijk vluchtelingenbeleid voeren en ook accepteren. En net als dat Brussel vluchtelingen mag herverdelen en dat Brussel ook een hogere budget heeft van ongeveer 40 miljard euro, 30, 40 miljard euro kun je aan denken. Dan heb je een Europese vluchtelingenorganisatie, dan heb je misschien een Zweedse commandant van een grenswacht. En die stuurt een aantal Portugezen en Finnen aan. En die gaan samen besluiten, goh, nou, hier is een echte vluchtelingenwal gekomen. We gaan jou helpen. En je gaat in Hongarije wonen. Maar zoiets. Voordat je verder gaat naar hoe zich dat verder uitwerkt in de praktijk, zou je misschien de vraag kunnen beantwoorden, wellicht ook een beantwoordende vraag voor jou. Van waarom is er een verenigde staten van Europa niet mogelijk? He, waarom? Wij kijken naar Amerika en we denken, wij kunnen dat ook. Waarom is dat niet mogelijk? Dat is het grote verschil met Amerika. Als je de taal. Dat is taal, inderdaad. En dat maakt een gemeenschappelijke munt al heel moeilijk. Okay. Dus als je zegt, wie wil North en South Carolina, wil je in 1 muntunie doen. En soms moet de een de ander een beetje helpen. He, maar je hebt tussen die 2 staten heb je veel meer arbeidsmobiliteit dan tussen Finland en Griekenland. Ik denk dat er wel nog iets anders is in Europa, wat heel anders is dan in Noord-Amerika. Ik denk namelijk dat je Noord-Amerika, dat je Canada en de VS, die zouden dezelfde munt kunnen hebben. Dat denk ik ook, ja. Ondanks dat daar Franse mensen wonen. Ja. Ik heb een Europese school gezeten, waar we met allerlei verschillende Europese klasjes zaten naast elkaar. Dus ook moesten leren samenwerken tussen Europese kinderen in. Taal is geen probleem, daar ben je zo overheen. Het probleem is eerder dat je niet wil dat die Engelsen gaan beslissen hoe de Nederlanders onderling hun dingen doen. Maar dat wordt en interessant. Wanneer we samen zijn, willen we het er best over hebben. Maar hoe wij onderling als Nederlands klasje dan onze zaken regelden, daar moest de Italiaanse klas zich buiten houden. Maar waarom is taal geen probleem? Omdat je met elkaar
talen kunt leren. Talen leren binnen Europa. Binnen Europa hebben we twee grote talentradities, Germaanse en Latijnse talen. Ja. Dat is op zich, maar als je mensen bij elkaar krijgt, niet zo moeilijk. Taal, of ga nee, je meer, nee, dat is dat zie je binnen de EU ook gebeuren. Daar spreken mensen, die kijken juist, welke groep ze hebben. Die gaan beginnen te spreken in de taal die ze allemaal het beste beheersen. Ja, en klaar. Ja, nee. Als je er is wel degelijk een bepaalde correlatie tussen het hebben van een unieke taal en werkloosheid. Dat verband is heel zichtbaar. Je hebt de vijf traditionele crisislanden. De GIPS, Griekenland, Ierland, Italië, Portugal, Spanje. De PIKS, ja, vonden ze dan weer niet aardig. Nou, vind ik ook niet aardig. Maar je ziet dat als Ierland, als daar de werkloosheid begint te dalen, dan moet Griekenland zijn top nog bereiken. Dus dat komt in Griekenland veel harder aan. En dat komt omdat die Ieren, die kunnen wegtrekken naar Amerika. En voor die Grieken is dat moeilijker. Ja. Dus wij als Nederlanders kunnen wel goede taalbeheersing hebben van één of meerdere andere Europese talen. Dan word je ook op. Dat leren wij ook. Maar in Griekenland is dat niet zo. Nee, dat dus die, zei, dus dat die in mensen Spanje, zitten vast. Dat voelt ook niet zo. Maar nee, precies. En, een Spanjaard die zou nog naar Latijns-Amerika kunnen gaan. Dus heb je allerlei mogelijkheden. Maar dat is geen mobiliteit voor Europa zelf. Maar daarbinnen niet. En als een Griek die naar Finland wil, moet hij dan al. Ja, nee, je hebt gelijk. De interne mobiliteit is natuurlijk veel moeilijker. Precies, dat is zo. Dus elk land ook cultureel. Is, je bent natuurlijk gebonden aan je cultuur en familie in een bepaald land. In plaats van. Maar dat vind ik wel schokkend dan wat jij zei. Als jij zegt van nou, het wordt moeilijk om met verschillende landen, met die groepjes studenten samen te werken en aan een project te werken. Als wij bijvoorbeeld die open binnengrenzen willen houden, dan zullen we gemeenschappelijke buitengrenswacht moeten financieren en macht delen. Dan moeten we dus het geweldsmonopolie dat Nederland nu heeft. Hè, dus wij vertrouwen als Nederlanders het geweldsmonopolie toe aan Den Haag. Ja. En dan zeggen we een marechaussee mag bijvoorbeeld een bus met mensen aanhouden en iedereen zijn paspoort controleren als hij de grens met België overgaat. Dat van België met Nederland overgaat. Dat mag nog volgens dat Schengen-verdrag. Maar dat is een Nederlandse marechaussee die door Den Haag wordt betaald en die wordt aangestuurd door een departement van Defensie of het bij de politie is het Binnenlandse Zaken. Waar een Nederlandse parlementariër kritische vragen kan stellen en die Nederlandse parlementariër wordt door een Nederlandse kiezer gekozen. Dat is het Nederlandse geweldsmonopolie. Ja. Maar wij voor accepteren het gezamenlijk dat. Migratiebeleid zou de geweldsmonopolie. Zou het geweldsmonopolie gedeeld moeten worden? Ja. En dan moet je dus het diepe debat voeren. En dat doen wij nu dus niet. En we zeggen nu, ja, de Europese Unie is belangrijk. Want Trump en Poetin en grote bedrijven die belasting ontwijken en klimaatverandering. Ja. Nee, ja. Als je. Oei, nou tik bijna die kam om. Ik had net het glas te pakken, maar dit was. Ik doe even nee, zo. Het een heftig. Maar dat is de vraag die je zelf moet stellen. Als wij gemeenschappelijke buitengrenzen willen, dan zullen we 1 moeten betalen. 2, we moeten het geweldsmonopolie moeten we delen met landen, met andere landen. Willen wij dat? Ik denk alleen dus wel, wat je nu zegt, dit past allemaal heel mooi binnen een discussie binnen een EU. Je zou nu naar Europa kunnen gaan en zeggen van jongens, deze discussie moeten wij nu met elkaar voeren binnen deze EU. Ja. Dan hebben we het nog steeds niet echt over hoe kunnen we nou een verder kijken dan de EU. Nou, dan, stel morgen komt er een aankondiging, EU is klaar, we hebben geen zin meer in. Hoe gaan we dan samenwerken? Oké, maar wat betekent dat? Dat is mijn idee. Wat betekent dat? Uit de EU gaan, zoals wat de Britten nu doen. Wat betekent dat? Ja, ik bedoel echt dat EU okay, uit elkaar vallen. Dat helemaal, nou, dan ben je ze alle drie dus dat kwijt. Dat nu plotseling allerlei landen zeggen, we gaan nu allemaal weg. En dat over 5 jaar we met de situatie zitten van, goh, we kunnen eigenlijk niet meer verder. Ja, dan gaan we dus ik begrijp je punt. Ja. En in de tussentijd krijgt iedereen weer zijn eigen munt. En, nou ja, dat. Goed, dat is voor te stellen dat je dan inderdaad weer teruggaat naar nationale soevereiniteit. Maar we hebben eigenlijk al in Europa al 1000 jaar dit soort samenwerkingen. We hebben Heilige Romeinse Rijk gehad, Romeinse Rijk gehad. Iedereen heeft geprobeerd om er een soort politiek geheel van te maken. Ja. Op verschillende manieren wel telkens. Ja. Maar we moeten natuurlijk doorgaan, denk ik wel, met het zoeken naar die juiste balans. Tussen nationale staten, die we in Europa heel belangrijk vinden. Nationale identiteiten. En het kunnen samenwerken, het culturele gebied binnen die grote wereld, Europa. Zie jij hoop voor een politieke unie binnen Europa? Een politieke unie? Ga ik eigenlijk de andere kant op van wat je net zei? Dat ligt er maar net aan wat je de politieke unie wil noemen. Om te zeggen wat we nu hebben, we voeren een munt in. Dan wordt het onvermijdelijk dat we op een gegeven moment een land worden. Want dat is wat er gebeurd is in 92. Dat is zo afgesproken. Nou, dat willen we dus blijkbaar niet. Want dan kunnen we niet zelf ervoor kiezen. Nee, want dan krijg je ook chaos en dan krijg je rottigheid. Dus misschien is wel een voorwaarde voor het gaan naar een politieke unie dat daar heel erg veel democratische verantwoordelijkheid onder ligt.
Dus mm-hmm. dat stemmers door Europa heen het gevoel hebben van wij zijn aan het kiezen voor politieke samenwerkingen. Ja. Nee. En die discussie voeren wij nu niet. Kunnen we bijvoorbeeld een breed Europees referendumsysteem gaan we denken om even dat, zomaar daar, wat daar ben ik uit mijn hoofd te gooien. Hè? Ja. Ik vind dat je dat moet doen. Ik vind dat je bijvoorbeeld dat punt met dat delen van het geweldsmonopolie. Ja, ik vind dat je daar moet je een referendum over goed over hebben. Want ja. Ik weet bijvoorbeeld dat Spanje, ik ben Spaans en Nederlands. Mm-hmm. Spanje heeft fantastische afspraken vaak met Marokko. Dat is een cultuur die samen al heel lang daar langs de grens van Europa, Afrika. Ze kennen elkaar al een tijd. We kennen elkaar behoorlijk goed. Ja. Hebben elkaar een aantal keertjes overgenomen en weer terug. Ja. Dat gaat best amicaal. En daar kunnen best deals gesloten worden bijvoorbeeld. Maar Spanje doet dat nu eens eentje. Ja. En gewoon op zijn eigen belangetjes. Nou, daar komt straks een Hollander. Die is daar baas van de lokale migratiedienst. En die gaat die Marokkaan vertellen wat hij moet doen. Ja, kan niet. Nee, ik denk ook dat... Marokkaan doet niet. Nee, dat wordt problematisch. Die zal zeggen, die Spanjaard, die ken ik, want die... Ja, nee, maar dat is zo. Dat is zo. We werken altijd mee samen, dat is... Ja, en ook, maar ook nog eventjes, die Marokkaan daar gelaten, dat is weer Afrika, hè? Dat is weer wat anders. Maar als je dan... Die Spanjaard, die doet het ook niet. Dat is ook een probleem. Hè? Ja, nee, maar die Spanjaard, die zal dan moeten accepteren. Die moet dan weten van, ik ben niet de Nederlandse douane, of ik ben niet de Spaanse douane. Of de Spaanse grenswacht. Ja. Ik ben de Europese grenswacht. Ja, maar overtuig iedereen daar maar van. Maar dat is, maar inderdaad, dan moet er dus een Nederlander of een Fin moet hem kunnen aansturen of haar. En dan moet hij niet het idee hebben van, ik heb toch liever eigenlijk een Spaanse baas. Ja. Want die ken ik van mijn opleiding of van mijn dorp of iets. Ja. Even een vraag voor jou, want je hebt op de Europese school gezeten. Ja. Hadden jullie daar op school, dus misschien een marginaal voorbeeld, hadden jullie daar op school het gevoel dat jullie een gedeelde Europese identiteit hadden? Ja. Echt wel. Wij zijn Europeaan. Wij zijn ook Europeaan, vind ik. Maar hadden de Duitsers niet van, wij zijn Europeaan, maar wij zijn wel de Duitsers. Ja, maar je kunt toch evenredig zelf zijn. Ja. Ik heb er altijd een groot punt van gemaakt dat ik Nederlands en Spaans ben. En in Nederland vinden mensen het leuk om dat te zeggen, dus je bent dus half Spaans, half Nederlands. Is dat dan, ik werd me net ook gevraagd, is dat dan 50-50? Nou, nee, want je kunt niet de helft iets zijn. Ik zou graag 50% Nederlands zijn, maar dan wil ik ook de helft belasting betalen, bijvoorbeeld. Ja, dat kan zo werkt het hier niet. Dat kan niet. Je bent het helemaal of je bent het niet. Ja. Dus je bent Duitser en je bent Europeaan. Ja, het gaat misschien meer om het gevoel, want objectief gezien ben je natuurlijk een Nederlander. Ja, dus op het moment, wat ik net al zei, op het moment dat het ging over Nederlanders onderling, moeten die Duitsers even in mond houden. Okay. Maar als we met Duitse en Nederlanders samen iets aan het doen waren, dan gingen we het er samen even over hebben. En dat is, denk ik, wat belangrijk is in Europa. Dat is wat Europese mensen volgens mij graag willen. Is gewoon op hun eigen stukje grond kunnen bepalen hoe ze met elkaar samenleven, wat hun gedeelde realiteit is. Ja. En dat je concessies moet doen, zoals je zegt, hè, op geweldsmonopolie delen, dat soort dingen. Dat wil je met elkaar besproken hebben. Ja. Want dan op het moment dat jouw cultuur iemand anders cultuur aanraakt, dan moet daar iets van gesprek zijn. Ja. Dat kan niet zomaar zoals dat nu gaat, een regeltje eroverheen. Maar hoe zie je dat dan zelf praktisch? Want ik vind het de allermoeilijkste vraag, denk ik, van mijn generatie. Met die grenswacht met Marokko, daar komt dat mooi samen. Dat vind ik een gigantisch moeilijk punt natuurlijk. Want wat je zegt, er is een bepaalde functie van Europa waar het één staat wordt op het moment dat je heel veel gaat samenwerken. Daarom zeg ik, we moeten post-EU denken. We moeten niet denken aan 27 landen en aan een Warschau-pact en dat soort dingen. Ik denk dat we op een gegeven moment moeten Europa invullen, zodat Rusland en misschien wel Turkije, en dat is er ook nog een stukje Europa, en landen die tot aan de Caucasusbergen zitten, dat allemaal, één groot cultureel vlak wordt, verbond wordt, zeg maar. Zoals, maar dan niet het geweldsmonopolie delen? Nou ja, misschien wel, maar dan dus wel op een manier dat democratisch verantwoordelijk. Ja, maar dan moet je dat denk ik ook. Je moet naar een referendum toe hierover. Ja, maar geweldsmonopolie, dan dat moet er dan een evenredige vertegenwoordiging zijn in die monopolie van alle betrokken EU-landen? Of hoe dan krijg je een Europees parlement. Krijgen de beste economieën de meeste macht? Dan heb je dus inderdaad ook het probleem dat Duitsland 80 miljoen stemmen en wij hebben er nog geen 20 miljoen. Precies. Nee. Dus dat is ook een probleem. Maar dat maakt dan niet meer uit. Je hoort nu wat muziek, dat zijn de buren. Maar kijk, dat maakt het niet meer uit. Want, kerstmuziek in juli. Nee, maar kijk, ik kom nu uit een... Ik woon nu in Noord-Holland. Ja. Dat is een grotere provincie dan Zeeland. Ja. Maar bij Nederlandse verkiezingen maakt dat niet uit. Want dan wordt er toch per gemeente gestemd. Dan krijg je die uitslagen binnen. Ik heb geen andere identiteit door mijn Noord-Hollanderschap ten opzichte van die Zeeuw. Stemidentiteit. Stemidentiteit en alles. En dat is niks. En, de vraag die je moet stellen is natuurlijk, van hebben wij dat op Europees vlak ook? En als die verbondenheid, en zo moet je die discussie voeren, van voelen wij ons, als je tegen jou, aan jou vraagt, van voel jij je verbonden met die Grieken of die Duitsers, zeg je ja, natuurlijk. Ja.
Maar, ook weer niet. Maar voelen wij ons ook weer zo verbonden dat wij die getalsmatige overmacht niet relevant vinden? Ja. Dat we zeggen van ja, maar we zijn toch allemaal Europeanen. Ja, ben je eerst Europeaan en dan Nederlander? Ik zou niet willen dat Spanje over Nederland zou mogen stemmen. Als mijn Spaanse landgenoten, wat toppers, helemaal goed. Die worden nu allemaal net... Nou, nee, die liggen nu allemaal te slapen nog. Mm-hmm. Want het is hartstikke warm. Oh, heerlijk, ja. Nee, dus die zitten niet te luisteren. Maar die moeten dus alsjeblieft niet gaan beslissen over Nederlandse aangelegenheden okay. of Nederlandse problemen. Maar dan zie ik dat geweldsmonopoliedelen niet lukken. Dat is inderdaad en dan zie ik het verdrag, grote probleem. Dan zie ik het verdrag van Schengen mislukken. En het verdrag van Schengen, dus open binnengrenzen, maar binnen dit is een stap deze context voor de bestaat euro. Er geen Schengen, want er is dus geen EU. Nee, oké, okay, dat is dan klaar. Dus, maar een Schengen, zeg maar, je wilt vakantie zonder paspoort. Om even zo te zeggen. Ja, dat kan dan niet. Nou ja, kan het alleen met Schengen? Ja, als je... Als je ja. Niks anders denkbaar? Met moderne technologieën? Met moderne ideeën? Nee, sorry, nee. Maar vertel mij dan hoe. Ja, nee, dat ik kom het vragen. Nee, maar dat is... Als je die binnengrenzen weghaalt, dan ben je één land en dan moet je samen de buitengrenzen bewaken. En dat vind ik ook nu zo vervelend aan die discussie. Hè? Dat je, een jaar geleden had je een Europese top. En toen zei Juncker, die zei dit van. Want het is eigenlijk heel logisch. Want je moet dan als één land opereren. Als je een boef hebt in land A, die kan ook de grens over. Yeah. En zijn spullen ergens anders gaan verkopen. Nou, dan moet je een Europese politie hebben. En Juncker zei, over dat bewaken van die grens, hij zei, ja, dan moet ik tientallen miljarden euro's extra hebben. Voor die Europese grenswacht. En Rutte zegt dan van, ja, maar de Europese Unie geeft al wel genoeg uit. En dus Rutte voelt ook wel het anti-Europese sentiment groeien in Europa. In Nederland. Hij moet wat stemmen weghalen bij Geert en Thierry. En dan ja. maakt hij zo'n kirrend anti-EU geluid. Van, maar, ja, nou, er gaat al genoeg geld heen. Opletten, een Nederlander weet dat hij daar naartoe gaat. En dan maakt het niet meer uit wat hij hier gezegd heeft natuurlijk. Ja, precies. Dat is ook zo. Maar dat is een showtje voor de bühne. En wij maken geen echte beslissingen. Maar dat is het democratische deficit van Europa. Juist. Dat is waar je perfect beschrijft. Dat is wat er gebeurt in Europa. We hebben nationale overheden. En die maken dan nationale beslissingen zogenaamd. Ja. Maar op het moment dat ze in Brussel komen... Dan zijn er allerlei belangen. Maar je ziet niet wat daar wordt besproken. Want dat gaat in de Europese Raad. Dat is achter gesloten deuren. Ja. En dat is een enorm gat. Ja. Inderdaad, ik ben ervoor. Je houdt een referendum. En kijk, als Nederlandse kiezer en masse zegt van ja, wij willen die open binnengrenzen. Heeft een aantal praktische implicaties met het verdelen van, delen van je geweldsmonopolie. Dus er komt straks een hoogblonde Finse vrouw uit Lapland. Die komt jouw Spaanse... vrienden aan de grens met Marokko komt die aansturen. Als het maar gevraagd heeft. Als het netjes gevraagd wordt en iedereen wil dat. Het gaat gewoon geld kosten. Nederland moet gewoon miljarden extra betalen. Hoeft Rutte dan ook niet meer moeilijk over te doen. Kunnen we het Europees parlement gewoon afschaffen? Want daar hebben we dus helemaal niks aan. Die mogen geen wetten aandragen. Helemaal niks aan verder. Maar dat Europees parlement moet dan de Europese commissaris voor immigratie. Die dus veel machtiger wordt. Die moet hem kunnen controleren. Dus het Europese parlement moet dan veel machtiger worden. Want het Europese parlement is dan het parlement dat toezicht houdt op een orgaan, op een Europese commissie, met daarin een Europese commissaris voor migratie, die geweld mag gebruiken. Een Europese commissie, een regeringsinstantie die de beschikking heeft, hem is toevertrouwd, het geweldsmonopolie, daar moet een heel sterk parlement achter. Dus dan moet het Europees parlement juist veel sterker worden. Nou, ik zie heel wat discrepanties. We hebben het nu over onze overheid, die dus hier het ene verhaal ophangt en in Brussel zich anders gedraagt. Wij stemmen wel op die partijen. Ja. En ik vraag me ook af in hoeverre je hoeveel mensen kunt meenemen in die democratie. Want ik denk dat, of het besef van wat de EU is. Ik denk dat de Europese Unie een heel gecompliceerd concept is, waar heel veel mensen helemaal geen idee bij hebben van wat daar precies gebeurt. Mm-hmm. Onderscheid tussen de Europese Commissie, de Europese Raad, de Raad van Europa. Het is veel te complex om mensen daarbij te betrekken, om daar wel overwogen keuzes over te maken. Heb jij daarover nagedacht als je op een pleit als je voor een referendum? Ja. Ja. Dan zul je kijk, je moet het ook niet morgen doen. Je moet dat referendum ook niet zo organiseren zoals de Britten dat hebben gedaan. De Britten hadden een referendumwet en dan zeiden ze van, in geval van een ja gaan we zus en zo doen. En dan verwacht je nog een regeltje eronder van. En als het nee is, dan ga je binnen een bepaalde termijn eruit of iets. Ja. Dat regeltje is nooit ingevuld, omdat de organisatoren van het referendum, die hadden er geen rekening mee gehouden. Het was die premier van toen, die David Cameron, die dacht, ik win dit wel. Ja. Dus voor het geval dat ik verlies, daar maak ik geen plan voor. Nee. Dat is waarom je nu een Brexit zonder plan hebt. Maar als je deze discussie eerlijk gaat voeren... Komt dat niet door artikel 50, die eigenlijk niet heel erg... Dat vrij vaag is...
Ja, dat is ook zo. Dat de EU zelf niet een goed onderbouwd artikel daarvoor heeft. Ja, maar die Britten intern, die werd dus ook weer die niet... Die werd over, dat is een Het is eigenlijk overgelaten aan de wilskracht van de politici. Ja. In de wetgeving was het aan de politici overgelaten. Hoeveel wilskracht hebben jullie? En ja, dan toonde de EU aan, wij willen jullie eigenlijk gewoon lekker pesten. Engeland die toont aan, wij willen sterk tonen, bla bla bla. Politieke spelletjes, toch? Ja, dat is het. Ja. In die wet had ook kunnen staan van... De premier moet binnen een half jaar die brief naar de Europese Unie hebben gestuurd. Dat zou praktisch zijn, ja. Alleen dat is precies wat jij zegt. Het was nog open voor interpretatie. Ja. He, van, kun je er nog een keer een referendum over houden? Dat was ook niet wel of niet uitgesloten. Dus toen ging men nog zoeken naar dingetjes van... En er waren ook Labour-parlementariërs die zeiden van... Oh, maar die wet verbiedt niet een tweede referendum. Ja. Dus je zou het net zo vaak kunnen doen totdat je een ja krijgt. Ja. En in dat referendum had gewoon moeten staan... Er mag niet nog een referendum volgen. Want dan ben je van die discussie af. Dan kun je het gaan regelen en dan... verklein je de kans op irritante politieke spelletjes... waardoor het allemaal niet duidelijk wordt. En dus zo'n referendum hierover moet... ten eerste, het moet een goede campagne. Dat wordt moeilijk om dat georganiseerd te krijgen... zonder rare invloed van lobbygroepen. Maar die maatschappelijke discussie moet je openen. En ik wil dat... Dat is wat ik hier bij het Welshmerz wil doen. Dat je de vraag stelt van... even over die grensbewaking. Zijn wij bereid... het geweldsmonopolie te delen met Finland en Andorra. Ja, dat is de vraag die je moet stellen. Dat is de kernvraag. En als het antwoord nee is, als de overgrote meerderheid van de Nederlanders dat niet wil, dan kan Schengen niet bestaan en moeten we het afschaffen. En dat, wat ik daarvan vind, en of ik het vervelend vind dat als ik naar de Franse camping rijd, dat ik weer mijn paspoort moet laten zien. En of Poetin wel of niet vervelend is, of Erdogan, en wat we van Trump vinden en... Dat is allemaal niet relevant. Als aan de basisvoorwaarden van succes niet wordt voldaan, dan zal het nooit wat worden. Is het dan ondenkbaar dat Europa gewoon weer grenscontroletjes neer gaat zetten? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat je die... En wat er nu gebeurt, en dat is mijn schrikbeeld, is dat we deze discussie niet voeren. We modderen door, waardoor je ziet dat het migratiedebat, dat is een constante... Het gaat er de hele tijd over... Het is een constante bron van irritatie. Ik ben het niet met je daarover eens. Ik denk dat het debat gevoerd wordt, maar dat het te lastig is. Dat we er niet te diep op ingaan. Ja, maar dat komt dus door die disorganisatie. Wij voeren in Nederland een debat over migratie. Ja. Terwijl we de bevoegdheid naar Brussel hebben overgedragen. Precies. Aan een commissaris die geen macht heeft. Ja. Want hij krijgt geen budget van datzelfde Nederland, omdat wij willen bezuinigen. En de landen die aan de rand zitten en daadwerkelijk uit moeten voeren, die hebben allemaal hun eigen idee erover. Ook nog. En die zijn ook weer boos dat ze geen geld krijgen. Salvini zijn instellingen en dan weer hebben Sanchez in Spanje. Maar dat is precies Cyprus. Wat jij zegt. Van waar moet je dan, hoe moet je, wie voert die discussie? Ja. En wij voeren de discussie nu in een arena waar die competentie niet ligt. En dat is het grote vacuüm. Dus iedereen... Maar er is dus gewoon geen arena waar die competentie in feite ligt eigenlijk. Nee, want die zit deels bij de lidstaten en deels bij de Europese Commissie. Net wat ik net over mijn nationaliteit zeg, dat kun je eigenlijk niet half-half hebben. Nee, het is heel heel. Het kan niet. En deels aan de betrokkenheid van de mensen bij dit onderwerp. Ja, maar je zou toch dat referendum kunnen houden. Zeggen, jongens, willen wij dit? Ja. En als dat zo is, dan maakt Nederland vervolgens ook meteen miljarden extra over aan Brussel. Kan de EU een referendum houden tussen alle Europeanen en vragen wat we willen? Is de EU, zeg maar, geestelijk, om het even EU als entiteit te zien, in staat? Is dat zo'n organisatie doen? Nee, en de regering ook niet, want die heeft net het referendum afgeschaft. Dat is dan weer 27, we hebben het even groot, dat zijn weer 27 individuele gevalletjes. Je hebt een Europese partij, Volt, die wil dit soort... Ja, DiEM wil hetzelfde. Die wil dit soort dingen ook naar Europees niveau trekken, die discussie. Heel veel EU. Ja. Het is heel veel jongeren die daarbij betrokken zijn ook. Ja, je hebt nu twee supranationale, noemen ze zichzelf. Ja, nog eentje. DiEM25 van Varoufakis. Dat is dan heel erg links. En Volt, maar die had maar één zetel, dus het wordt moeilijk om... Ja, nee, maar dat is... Ik heb dat best wel gevolgd, want daar zitten veel Europese schoolmensen, zijn daarbij betrokken. Ja, ja, en dan, wij zijn echt een clubje. Hè. Boris Johnson hoorde er ook bij. Nou, toen kwam gisteren op de alumni-pagina op Facebook een heel erg cynisch bericht. Dus ik denk niet dat hij nog echt erbij hoort. Hij mag niet meer borrelen met jullie bij de Europese school. Ik heb heel veel van jullie geleerd. Ik vond het heel fijn dat je er was. Dankjewel, ik vond het leuk het te zijn. Ja, ik dacht dat ik wat wist over de EU, maar... Kijk, kunnen we leuke EU-feestjes, EU-borrels... Ja, misschien nodig je nog vaker uit. Maar eigenlijk dus wel, inderdaad, want anders los je niks op. Nee, wij zitten nu met die debatten, ik in de kamer, ik kijk dat. En iedereen, die loopt maar wat om zich heen. En de burger kijkt naar ons.
Ja. Nou, laten we het hopen, want als ze naar de Tweede Kamer kijken, als dan leert ze niks. Dank u wel. Goed dat u het heeft volgehouden. En, ja, we moeten weer geen volgende... Dank u.